Ik ga nu dus de batterij insteken en nog eens de besturing te goed testen. En dan ga ik hier gewoon eens mooi hoeveren, blijven hangen met de quadcopter. Hier, dus dat is om de quadcopter te besturen. Dus met deze sticks kan ik dan de quadcopter commanderen wat hij moet doen. Mm-hmm. Dat zijn hier nog schakelaars. Die kan ik aan een bepaalde functie toewijzen. Bijvoorbeeld in bepaalde mode geven dat hij moet blijven hangen op één plaats en die zaken. Maar nu vlieg ik gewoon in acro-modus. Dus alles is heel basic. Geen speciale technische dingen eraan. Gewoon vliegen. Alle inputs die ik geef gaan rechtstreeks gewoon naar de quadcopter gaan. Dus hij gaat niet vanzelf zich recht trekken. Hij gaat wel stabiliseren, maar minstens. Ja, moeilijk om uit te leggen. Dat is de gimbal. Dus hier kan een GoPro-camera in. En deze gaat dan altijd de camera zo stabiel mogelijk houden. Dus deze blijft altijd recht. Er zitten twee motors in. En als de quadcopter dan bijvoorbeeld kantelt, gaat de gimbal recht blijven. Om stabiele beelden te kunnen geven. Maar hij is nog niet geïnstalleerd. Je ziet de kabeltjes hangen nog los. Dit is een zelfbouwpakket. Deze frame. En de elektronica heb ik allemaal zelf geïnstalleerd en besteld, apart. Ik doe nu elektromechanica, VTU Leuven, vijfde jaar. Maar ja, het meeste leer ik op mijn eigen en via forums op internet. Ik zal nu opstijgen, ja. De batterij steken. Wacht, hè. Nu heb ik een bieperken aangesloten, dan zegt hij wanneer de batterij bijna plat is. Voilà, dat is goed. Ja, voilà. Nu gaan we naar achteren. Nee, we horen muziek. Waarom? Ja, dat wil gewoon zeggen dat de ontvanger contact heeft met de zender. En de regelaars aangesloten zijn. Dus iets naar achter gaan, je weet nog nooit. Nu draaien ze gewoon stationair. Ga niet omhoog gaan. Nu ga ik wat meer gas geven. Het lijkt een lichte ventilator of zo een beetje. Ja, er zit wel veel power achter. Dat kan toch zeker 2 kilo in de lucht trekken. Nu weegt hem ongeveer 1,600 kilo. Ja, en zo noemt die type frame ook een spider frame. De voorste poten staan wat wijder, zodat je een beter beeld hebt met de camera. Voilà. Muziekje, ja, shit. Dat is goed. Blijf maar zo even houden, dat is goed, dat is goed. Hier had hij heel stabiel. Amai, schitterend, joh. Potverdorie. Nu doe ik eigenlijk niet veel. Daar zit dus een gyro in, een sensor. Ja. En een flight controller. Okay. En die zorgt ervoor dat de quadcopter zijn eigen stabiliseert. Anders zou die als een baksteen uit de lucht vallen ook. Voilà. Ik heb er stond een camera op. Ja. En daar heb ik wat filmpjes van. Voilà. Dus nu ben ik geland. Nu is vooral voorlopig mijn doel luchtbeelden en luchtfotografie. En natuurlijk altijd een hoger niveau gaan. Dus meer en meer erop verder bouwen. Zodat het echt een project is. Ja. Iets waar ik altijd op verder kan. Met de elektronica en dergelijke. Ja, ik heb nu binnen mijn vlieger, dus geen quadcopter, mijn vleugels. En daar staat een camera op die rechtstreeks een videoverbinding heeft met mijn ground station. Dus dat is waar ik dan sta, staat een kist met een scherm, antenne. En dan zie ik dus wat de vlieger zie ik dan op de grond.
prachtig. Dus ja. Oké, tot de volgende keer. Ja, dag.